Goedemorgen beste kijkers, welkom op deze mistige ochtend. Ik zal jullie zo de plas laten zien. Jullie zien, de koffiepot staat aan. Ik ben gezetteld weer aan de Zuidplas met thuiswater. En ik ga vandaag vissen met de swingtip. Swingtip, zullen veel mensen zeggen. Wat is dat? Nou, voordat de vierde de winkelbekker op de markt kwam, visten we met een ledgerhengel. En met een swingtip. Ik zal even nog eentje bij me. Die zal ik even tevoorschijn halen. Voor op de hengeltop hebben we een schroefoog waarin wij dus een extra topje kunnen schroeven. En zoals je ziet, dit is heel gevoelig. Dit geeft elke aanbeet weer die je op een geweldige manier weer. En daar gaan we vandaag mee vissen. Ik ga dat ook nog in een nieuw jasje stoppen. Ik ga vissen met de maggot feeder. We gaan dus vissen met maden en we gaan proberen om een aantal leuke vorens hier op de Zuidplas te vangen. Die hier zeer zeker zitten. Er zitten hier hele mooie zware vorens. Dus ik verwacht vorens erbij te vangen van ongeveer een pond. Ik ga de hengel erin gooien en dan zien we elkaar later. De swingtip. Dus dit topje gaat mijn aanbeet laten zien. En een stuitje. En een drennen maggot feeder. Zoals jullie zien heb ik wat pellets, wat kaasjes en wat maden. Een heel klein beetje grondvoer om de korreltjes weer mooi droog te maken. Maar dat geeft ook onderweg nog weer een mooi spoortje af in het water. Zodat de vis, ja, die zal het bijna direct op gaan duiken straks. Althans, dat hoop ik. We zullen zien. We gaan de hengel ingooien en dan gaan we zien wat het wordt. Zo, de hengel ligt er nou in. De koffie is bijna klaar. Ik zal nog even een beetje slek eruit draaien. Ik vis op zout. Ik zit ongeveer te vissen op 8, 9 meter diepte. Daar schat ik hem ongeveer tussen. Eerder richting de 9 meter. We zullen zien wat het vandaag gaat worden. Ik ga me nu een kopje koffie inschenken. En dan ga ik de camera draaien, zodat jullie de top kunnen zien. Zoals jullie kunnen zien, het is ook nog knap mistig. Zo. Even een beetje slek eruit. En nu is het wachten op een aanbeet. De aanbeet zal door de swingtip top aangegeven als een swing naar voren. En we zullen zien hoe lang het duurt voordat de voren mijn maden gevonden heeft, mijn aas. We hebben onze eerste vis, hopelijk.
Yes! Onze eerste vis. Zo, hopla, in het netje. En hopelijk zullen er nog meer volgen. Komt u weer een visje? Komt u weer een visje? Ja. Kijk eens. Prachtig, het mooie maatse voorn. Hoppa. Dat is de Maxi. Dat is weer een visje. Dat is weer een visje het net. Is die nou? Is die weg? Zo, ik zal gauw de volgende... It's black.
Zoals jullie zien, het is nog steeds mistig. Het mooiste van het zwinkje vissen zijn toch de aanbeten. Je kunt precies zien wat er onder water eigenlijk gebeurt aan het slaphangende topje. Geweldig. Heerlijk om dit weer te doen. Ja, weer een aanbeetje. Zitten er weer bij, ze hebben het weer gevonden. Een van mijn favoriete vissen, de voorn. Deze Maxi, komt er weer een visje aan. Prachtig. Prachtig. Heerlijk, zulke voorns. Zo, beste kijkers, ik hoop dat jullie het een beetje interessant vinden zo. De vissen die zwinken. Zit je tussen allen. Er zijn leuke voorns gevangen. Ook een paar keer snoek erop gehad. Mooie zuidplas voor. Het is nu ongeveer 2:30, dus we hebben nu 3,5 uur gevist. We gaan door tot een uurtje of 3:30 en dan gaan we opruimen. Het wordt heel snel donker. Zullen we eens kijken wat Sinterklaas en Zwarte Piet vandaag in het net hebben gebracht. Hè, Maxi? Met de swingtip, old school. Met de maggot feeder. Gaat weer eentje, jongens.
te zien dat de mist ook nog niet opgelost is. Het is inmiddels 2:30. Maar de vis bijt er niet minder om, jongens. We zijn weer in. Het is ongeveer zo'n 50 meter uit, aan de kant. Diepte van 9 meter. En dan vangen we dit slagvoerens. Geweldig. Kikker. Prachtig mooie aanbeten op de swingtip.
gaan zo zien wat het eindresultaat gaat worden. Aardig ijskoude vingers te krijgen. Je merkt het vinden. Ja, en we zijn weer in. Dit is Maxi, komt er weer een visje aan. Ik weet niet of het dit beeld is, maar Max wordt bij elke vis heel ongeduldig. Is dat Max? Een visje? Weer een prachtige zoutplas geworden. Heerlijk. Thank you.
Kleine niet eerd, is grote niet eerd. Kleinste van vandaag. Ik heb net de laatste boog gedaan. De voer is zo goed als op. Dus we proberen nog één vis te vangen. Dan gaan we eens kijken wat de opbrengst is van de dag van zwinktuurvis. Op de zandbaas. Dus is het een leuke dag. Ik kan nou eindelijk wel de overkant zien. Koud. Misschien een draadje of vijf. Zo, beste kijkers, het zit erop. We gaan de vis eruit halen. We gaan hem ook even wegen. Dus de weegschaal gaat met een leeg net. De weegschaal met een leeg net. Eerst op 0 gezet. Vier kilo alvorens gevangen. Oh. Zo, 4 kilo alvorens gevangen vandaag met de swingchip. Gaan ze nu terugzetten.